niet zo vroeg op. En vandaag is het zondag, maar het is voor iets leuks. We gaan naar Jolien en Jenno, we gaan ontbijten daar. Dus dat is wel heel fijn en heel gezellig. Dus ik kijk er wel naar uit, maar ik ben wel moe. Ontbijtje staat hier al klaar. We zijn in GLTA. Ja, zo zegt de GLTA is dat. Echt zo, je bent aangekomen in GLTA. Kijk hoeveel werk ze erin hebben gestoken. Oh, ding. Allee, hoeveel werk. Ze doen dat gewoon altijd. Ja. Dus, allee, dat is hier gewoon altijd beschikbaar natuurlijk. Voor mij is dat als lactosevrije choco en lactosevrije muesli en yoghurt. Ja, muesli heeft geen lactose, maar yoghurt. Wauw. Zeg, dank jullie wel, hè. Goedemorgen. Het is allemaal met liefde gemaakt. Ja, wow. Ja, ik zei net, ze hebben echt werk daarin gestoken, maar ja, jullie doen dat eigenlijk dagelijks, hè. Eigenlijk in 5 minuten kan dat allemaal klaar. Ja. Maar behalve dan een broodje, die hebben ze 5 minuten. Ja, en dan dat beleg is ook een beetje gewoon. Ja, maar dus iedereen kan hier komen om buiten. En met dit uitzicht. Ja. Ik denk dat het langste duurt, want het jus d'orange. Ja? Ja, verse jus d'orange. Ja, dat heb ik met de hand gedaan. Ik heb daar geen machine. Ja. We hebben wel een machientje, dus je moet gewoon erop drukken. Ja. Maar dan moet ik toch. Ah, je moet wel nog zo duwen, ja. Oh, man. Dus dat is nog wel even zo werken. Maar je voelt het goed. Ja. Dat is lekker. Ik ga zelfs proeven. Zo. Amai joh, dat is kei veel. Ik heb toch al gezegd, spelling. Oh, dat is echt kei veel. En nog een omelet, ook nog. Ziezo. Mannetjes, merci hè. Smakelijk. Nee, smakelijk. We zijn ondertussen aan de gym aangekomen. We gaan trainen op zondag. Jawel, het is 1:50. Wat, hoe laat is die open? 3:30 zeker. 3:30, ja. Oké, dan hebben we nog wel even. Hè. We still got time. Ik ben wel heel moe, dus ik hoop dat ik veel kan doen. Ja, we zullen zien. Dat kan ook in de vrienden. We hebben leg day gepland, dus het is wel zwaarder voor vandaag, we shall see. Ja, wij gaan naar fitness en we zien jullie zo. We're back. Goed gedaan. Ik ben kapot. Nu naar huis. We zijn terug thuis en het is, ik ga de muziek even afzetten, het is kuisdag vandaag, dus Sam heeft nog heel veel werk, dus Sam gaat werken, maar ondertussen ga ik het huis kuisen. Toppie! Thank you.
later. Ready Freddy. Het is ondertussen 7:30. Ik ben klaar met alles, met poetsen. Ja? Wat is er? Wat wilt je? Huh? Wat wilt je graag? De was opgeplooid en zo. All the good stuff, wat moest gebeuren. Ik ben wel blij, want nu is alles terug proper. Toch voor even, hè Milky? Want jullie maken het vuil, hè? Milk? Milks? Nu heb je niks meer te zeggen? Nee, er heeft hem niks op te zeggen, hè. Maar blijft hier nooit lang proper met de katten. Dat is echt een ramp. Maar ja. Sam is nog altijd aan het werken. Sam heeft trouwens rugpijn. Lukt het? Ja. Ja? Wat gaan we eten? Komt je eens aan de kip ruiken? Komt aan de kip ruiken, ja. Ja, die is vervallen, dus ik weet niet of we die nog kunnen eten. Anders zal het toch zalm worden, zalm. Zalm, zalm. Zalm, zalm. Late night dinner. Ik ben nu pas klaar met koken, het is 8:30. We hebben kip in de oven, zoete aardappelpuree en we hebben courgette met champignonnetjes. Smakelijk, baby. Smakelijk, schat. Je ziet er echt goed uit. Oké, het is tijd om te gaan slapen. Ik heb nog video's gemonteerd, nog was geplooid. En dat is het. Echt nothing special of nothing excited. Maar hopelijk vonden jullie de vlog toch leuk. Sam is al naar boven. Die is net naar boven. Die was moe en die heeft rugpijn. Dus die is net zijn bed in. En ik ga nu ook bed in. Dus hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Doe zeker thumbs up. Thumbs up. Sorry. Vergeet ook zeker niet te abonneren. En wij zien jullie morgen.